Welkom allemaal bij deze liefdesreading voor de maand mei. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen op het gebied van liefde. Wat we mogen verwachten. En dit is een reading voor het collectief. Dus neem alleen datgene mee wat je herkent, waar je iets aan hebt. En laat de rest achterwege. Universum, engelen, wat mogen wij ontvangen op het gebied van liefde en relaties voor de maand mei 2023? Ja, dankjewel. Nou, je kunt te maken hebben met een relatie uit een vorig leven. We hebben past life relationship. Je hebt elkaar eerder gekend. Dus het kan een soulmate zijn, het kan iemand zijn waar je in een vorig leven al een ontmoeting mee hebt gehad. Iemand die al deel uitmaakte van een vorig leven. En die in dit leven weer terugkomt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Het kan iemand zijn die op je pad komt. Het kan ook iemand zijn waar je al een relatie mee hebt op dit moment. We hebben calling in your soulmate. Ja. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties helpen jou om je samen te brengen met je soulmate. Mijn stem moet nog even op gang komen, dus geloof ik 6:00 's ochtends. We hebben de kaart Very Soon. Beslis voor jezelf wat je wil, zodat het nu naar je toe kan komen. Dus beslis voor jezelf wat je wil. En dan die manifestatie om je soulmate binnen te roepen. Wauw, kijk, en onder op het dek de kaart Soulmate. Ja, dit is jouw soulmate. Dus een hele sterke soulmate-energie. Voor de maand mei. We gaan de Island Time Wellness kaartjes schudden. Universum. Ja, dankjewel. We hebben de kaart. Not today. Niet vandaag. Ergens niet mee willen dealen. Verdrietig zijn. Een bepaald gesprek. Of een conversatie. Negeren. Proberen te ontwijken. Dit kan ook een telefoontje zijn wat je krijgt van iemand waar je geen zin in hebt. Grenzen aangeven en nog steeds boos zijn, is de boodschap van deze kaart. Dus dit kan jouw energie zijn voor de komende periode. Dit kan ook de energie zijn van iemand waar je mee te maken hebt. Dan hebben we een cassette. Outdated thinking. Ja, dus achterhaalde gedrags- of denkpatronen. En dit kan ook te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis over en over weer in je hoofd afspelen. Iets wat je maar niet kunt vergeten. Iets wat je niet achter kunt laten. En het kan te maken hebben met iets wat je pijn heeft gedaan. Wat mogen we nog meer ontvangen? Op het gebied van liefde en relaties universum voor de maand mei. 2023, liefde en relaties. Voor de maand mei 2023. Kusjes, kisses. Onvoorwaardelijke liefde. Geven en nemen. Affectie en verliefd worden, kan deze kaart verstaan. En onder op het dek hebben we ascending. Leren, uitbreiding, een nieuwe fase en je klaarmaken om samen te komen met iemand. Obstakels overwinnen. Wauw, een hele mooie kaart. Ik ga de engelen antwoordenkaarten schudden. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen, hoeft niet. Als je een vraag hebt, dan herhaal deze voor jezelf. En ik wil graag weten, wat is het antwoord van de engelen op jullie vraag? Of wat is de boodschap als het gaat om liefde en relaties, engelen, voor de maand mei 2023? Liefde en relaties. Wat mogen wij ontvangen voor de maand mei 2023? Mei 2023. Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wauw, romantiek. Of een relatie kan dit verstaan. Onder op het dek heb ik de kaart onwaarschijnlijk.
mogen we nog een boodschap in Universum voor de maand mei 2023 als het gaat om liefde. Of nog een antwoord op de vraag. Het is aan jou. Het is aan jou. En onder op het dek hebben we in de nabije toekomst. Dus kijk hoe dit kan resoneren met de vraag die je gesteld hebt. Ga de tarot schudden, de influences of the angels. En kijk wat de belangrijkste boodschappen zijn. Universum op het gebied van liefde en relaties voor de maand mei 2023. Wat zijn de belangrijkste boodschappen? De zwaarde 5. Oeh. Liefde en relaties voor de maand mei. De dwaas. En ook een kaart voor de maand mei als het gaat om liefde en relaties. De koningin van pentakels. Dus we hebben de zwaarde 5. Luchtenergie. We hebben de dwaas. Ramenergie. En we hebben de koningin van pentakels, stier, maagd, steenbok. Je kunt zelf een van deze sterrenbeelden hebben. Met luchtenergie hebben we tweelingweegschaal Waterman. Of iemand waar je mee te maken hebt. Iemand waar je op dit moment aan denkt. Of waar je wellicht een relatie mee hebt. Onder op het dek de zwaarde 6. Met de wereldkaart. En de duivel. En de kelkenaas. Met deze kaarten onder op het dek. De zwaarde 6. Naar kalmer vaarwater toe gaan. Een situatie die voltooid is. Die klaar is. Lessen zijn geleerd met de wereldkaart. En het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dit kan zijn met de zwaarde 6. Conflict achterlaten. Dit kan ook te maken hebben met een bepaalde manier van denken achterlaten. De zwaarde 5 kan ook een manier zijn van denken. Zelfsabotage. En de duivel. Vasthouden aan bepaalde denkpatronen. Wat we hier hebben liggen met de cassette. En dat kan iets zijn wat je heeft geblokkeerd als het gaat om nieuwe liefde. Dus deze liggen eronder op het dek. We gaan ze verklaren. En ik heb hier de zwaarde 6. Dit is de kaart die helemaal onder op het dek lag. Dus we gaan kijken waar heeft die zwaarde... Wow, en ik heb de kaart ervoor geschud. Voor liefde in de maand mei. En onder op het dek ligt de aas van kelken. Een nieuw begin, nieuwe relatie. Kijk, en daaronder de zwaarde 6 wederom. En de kelken 8. Je emotioneel terugtrekken. En wandelen richting, want de keizerin ligt daaronder, richting een nieuw begin. De keizerin staat voor de geboorte van iets nieuws. Dus we gaan het zien. Waarom ligt de zwaarde 6 hier voor de maand mei als het gaat om liefde? De zwaarde 6, universum. De zwaarden 6. Schildknaap van zwaarden. Schildknaap van zwaarden als eerste kaart. Nog een kaart voor de zwaarde 6. Schildknapen kunnen boodschappers zijn. Oeh. De toren. Nou, er kan een onverwachte boodschap binnenkomen in de maand mei. Kan een boodschap zijn van een boogschutter. Schorpioen, kreeft, vissen. En het kan een boodschap zijn waarbij een geheim aan het licht komen. En het kan te maken hebben met iemand waar je al een relatie mee hebt. Het kan ook te maken hebben met een boodschap die komt vanuit de familie. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? En deze boodschap, die zal een, ja, dat is onverwachts, daar kan iets aan het licht komen. Waardoor je inderdaad besluit om situatie achter je te laten. Waarom ligt hier, dit kan te maken hebben met oneerlijkheid. Kan te maken hebben met iemand die mindgames speelt. Ja,
En ik ben naar die zwaarde 5 aan het kijken terwijl ik dit zeg. En de duivelenergie komt eruit. Schildknaap van zwaarde. Nog een kaart. Staven 6. De overwinning willen behalen. En de duivelenergie. Ja, dit is een ongezonde energie. Iets wat je blokkeert. Iets wat je tegenhoudt. De toren. Waar ligt hier de toren? Dit is een kaart van overwinning. En naast de duivelenergie. Onder de schildknaap van zwaarde. Kan dit ook een besef zijn wat je krijgt. Met die schildknaap van zwaarde. Dit is iemand die dingen onderzoekt. En het kan natuurlijk ook het onderzoeken zijn van je eigen gedragspatronen. Waarom ligt hier de toren? En het plotseling inzicht krijgen. Dit is het wat ik los moet laten om mijn geluk te vinden, om verder te gaan, om een nieuwe relatie te kunnen aangaan, om weer open te staan voor een nieuwe relatie. We hebben de zegenwagen, dus we hebben een kaart van overwinning, zegeningen. Nog een kaart voor de toren. Pentakels 4. We hebben de zegenwagen, wat kan staan voor reizen, snelle vooruitgang. De zwaarde 6 staat ook voor vooruitgang, positieve vooruitgang, het verleden achterlaten. En vooruit gaan, een overwinning behalen. Maar dan hebben we die duivel. Het kan te maken hebben met dingen waar je aan vasthoudt met de pentakels 4. Dit is weerstand tegen verandering bieden. En dan de zegenwagen is een kaart van hele snelle vooruitgang. Zelfverzekerdheid, de controle terugnemen. En volle vaart vooruit. Waarom ligt de duivel hier? De duivel, pentakels 8, ergens aan werken. Waarom ligt de duivel hier? Waarom ligt de duivel hier? Het kan ook voor sommigen van jullie zo zijn dat je inderdaad te maken hebt met iemand die, bepaalde gedragspatronen heeft, denkideeën waaraan vastgehouden wordt. Iemand waar je niet mee vooruit kan. Je wil jezelf beschermen met de pentakels 4. Dat kan iemand zijn die gefocust is op geld. Gefocust is op zichzelf. Waarom ligt hier de duivel? En iemand die nu onverwachts gaat communiceren naar jou toe. Maar daarom hebben we die kaart not today. Ik wil hier niet mee dealen. Ik heb pijn. En je wil naar kalmer vaarwater. Je hebt geen zin in chaos, drama, stress. Dus dit kan ook een boodschap zijn voor sommigen van jullie. Dat er communicatie gaat komen onverwachts. Van iemand waar je niet op wat je niet verwacht. Iemand met een groot ego. Iemand die je aandacht wil trekken. Maar we hebben hier de pentakels 8 van de duivel en hier tweelingenergie met de geliefde kaart. Dus dit is wel iemand waar je een sterke band mee voelt. Maar de geliefde kaart staat ook voor een keuze. Pentakels 8 kan betekenen het werken aan jezelf. Aan die dingen die je tegenhouden, aan die schaduwzijde werken. En hierin een keuze maken. Het is tijd om iets achter te laten. Verder te gaan om vooruitgang voor mezelf, een situatie van voldoening te creëren voor mezelf. En die ware liefde, die soulmate energie, dit is soulmate twin flame energie. Om die te kunnen manifesteren, moet ik iets achterlaten. Waarom ligt hier de zwaarde 5? De zwaarde 5. Maar we hebben zoveel kaarten van soulmate energie. Ja, de zwaarde 5 heeft te maken met je wensvervulling. Datgene waar je op hoopt. En ook met healing. De sterkaart is een kaart van healing.
En met de pentakels, ark en de duivel. En de keuzekaart, de geliefde kaart, heb ik het gevoel dat je inderdaad afscheid gaat nemen van ja, ideeën. En het kan ook te maken hebben met een persoon in je leven. Een ongezonde connectie die je hebt. Waarom ligt hier de zware 5? En in plaats van in een energie van zelfsabotage te zitten, ben je weer hoopvol naar de toekomst. Wensen, wish upon a star, met de sterkaart. Waar ligt hier de zware 5? Wauw, ja, en het is nu de tijd daarvoor om datgene binnen te roepen wat voorbestemd is. We hebben wensvervulling en goddelijke timing naast elkaar met het rad van fortuin. En het rad draait door. Het is tijd om iets achter te laten. Het is nu de tijd. Het is nu de tijd om je wensen uit te zien komen. En met de dwaas hebben we hier een kaart van in de diepe springen, een risico nemen, een nieuwe start. En dit is iemand zonder bagage, iemand die heel positief is, optimistisch, ervan uitgaat dat alles goed komt. Gewoon van een cliff afspringt. En ervan uitgaat, ik kom gewoon op mijn benen terecht. En heel, ja, optimistisch. Een hele jeugdige energie ook. En het hoeft niet te betekenen dat iemand jong is. Maar iemand zonder bagage. Iemand die begint zijn reis opnieuw. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe fase met het Rad van Fortuin. En dit is Waterman-energie met de sterkaart. En met het Rad van Fortuin hebben we Stier, Leeuw, Waterman, Schorpioen. Wauw, de ster en het Rad van Fortuin. Waarom ligt hier de ster? Voor mei 2023. Oeh. Ja, het kan zijn dat je iemand tegen gaat komen. Dit kan een onverwachte verliefdheid zijn. Dit is vluchten, een hele luchtige energie. Kan een schorpioen, kreeft, vissen zijn. Hoeft niet. Kan ook gewoon de energie zijn. Dus hou je vast aan de energie, niet aan de sterrenbeelden. Maar dit is, ja, je gevoelens uiten. Dit kan iemand zijn, iemand die heel charmant is. Met de Ridder van Kelken. Dit kan ook je eigen energie zijn. Dit kan staan voor je omgeving. Dus weer openstaan voor liefde. Weer wat meer durven open te staan. En ja, wat luchtige energie, vluchten. Het kan zijn dat je ja, tot op heden heel erg afgesloten hebt door nare ervaringen. Kijk, met die pentakels 4. Je hart beschermen. Wat afstandelijk zijn. Niet geven, dus niet openstaan. En daar kan verandering in komen. Oeh, maar het kan zeker zo zijn dat er dus een waterteken op je pad gaat komen. We hebben hier de koning van Kelken. Schorpioen, kreeft, vissen. Maar we hebben ook de schildknaap van, of sorry, de ridder van staven. Boogschutter energie. Dus het kan een boogschutter zijn. En zoals ik al zei, het kan voor sommigen betekenen dat deze persoon waar je mee te maken hebt gehad, die in en uit je leven was, gaat communiceren. Waardoor je een besef krijgt van het is nu tijd om dit los te laten en verder te gaan. Want ik heb hier de wereldkaart onder op het dek en het oordeel. En ja, beide kaarten staan voor een nieuw hoofdstuk. Een nieuw leven starten en iets op een goede manier afsluiten. En daaronder ligt de zware 10. Einde van een moeilijke situatie. Dus jullie kunnen iets gaan afsluiten met een boogschutter of een vuurteken. En daar kan een nieuw persoon binnenkomen. Waarom ligt hier de dwaas? Zwaarde 8. Angsten. En dit is ook weer een kaart van zelfsabotage eigenlijk. De situatie niet helder zien. Geen keuze maken. Het gevoel hebben vast te zitten, niet vooruit te komen. En dit kan de situatie met de persoon die we hier hebben liggen. De vuurenergie heb ik het gevoel. Steenbok kan dit zijn. Tweeling. Schorpioen. Nog een kaart voor de dwaas.
en weer die zware 5. Ja. Oeh, en de zware 7. Ja, ik heb het gevoel dat er heel duidelijk twee personen zijn. Iemand, het kan ook zo zijn dat de persoon waar je mee te maken hebt gehad, die heeft gezorgd voor teleurstelling, stagnatie, oneerlijkheid. Met de zwaarde 5, zwaarde 7, de duivelkaart. Iemand die misschien ook een verslaving of ja, een ongezonde patronen heeft. In ieder geval, het is een ongezonde connectie waarvan je weet, het is niet goed voor me. Dat besef is er ook en je wil die situatie achter je laten. En het is nu tijd om iets achter te laten. Je wil iemand die je liefde kan beantwoorden. Iemand die behulpzaam is, begripvol is. Iemand die volwassen is, emotioneel kan geven in een connectie. En we hebben hier die koning van kelken. Wie is die koning van kelken? Wie is die koning van kelken? Dus we hebben een koning en we hebben twee ridders. Wie is die koning van kelken, universum? Oeh, ja. Dit kan een nieuw begin zijn. De aas van pentakels. En dit staat voor stabiliteit. En de ridder van staven is iemand die, ja, de schaduwzijde, de negatieve kant kan zijn. En dit is iemand die in en uit je leven is. Dus ik heb het gevoel dat je die cyclus gaat afronden. Maar dit kan ook de passie zijn, de gedrevenheid, de passie die de koning van kelken voelt ten aanzien van jou. Waarom ligt hier de ridder van staven? Een hele sterke aantrekkingskracht. En dit is iets wat voorbestemd is. Ridder van staven. Ridder van staven. Ja, de ridder van staven. Ik heb het gevoel dat dit is een andere persoon. Iemand die emotioneel teruggetrokken is. Iemand die niet geeft om jouw gevoelens. Iemand die alles baseert op feiten. Wat star is, kil overkomt, koud overkomt. Iemand die doet waar hij zelf zin in heeft. Doet wat goed is voor hem. En dan met die pentakel 6. Ja, dat geeft me ook niet een lekker gevoel. Iemand die aan andere situaties of personen geeft. En dan de staven 3 inderdaad. Terugkeren naar het verleden. De opties openhouden. Altijd op zoek zijn naar uitbreiding, vermeerdering. Altijd kijken wat is er nog meer. En ja, geen stabiliteit kunnen bieden. Maar we hebben hier die koning van kelken. Nogmaals, de koning van kelken. Koning van kelken. Waarom ligt hier de koning van kelken? De koning van kelken, dat kan wel eens die soulmate zijn die je binnen wil roepen. Wauw. Dus we hebben voor de koning van kelken de aas van pentakels. We hebben de staven 10. En dit is een situatie die niet meer draaglijk is, loslaten. De 10 is een einde en een nieuw begin. Deze persoon kan je ook helpen om bepaalde dingen los te laten en het verleden los te laten. Teleurstelling. Het is waarde 3. Teleurstelling, pijn, verdriet. En na de zwaarde 3 is het zaak om langzaam maar zeker die pijn los te laten. De tijd heelt alle wonden en na de wolken schijnt de zon. Kijk, en dan hebben we de staven 4. Zodra het verleden achtergelaten wordt, de staven 4, een relatie naar een volgend level tillen. Vreugde, harmonie, geluk, een stabiele basis opbouwen. Tijd voor de volgende stap en dat hebben we hier ook liggen. Waarom ligt hier de koningin van pentakels? Koningin van pentakels. Stier maakt steenbok. Dit kan iemand zijn die in een lange relatie zit of in een huwelijk. Het kan een moederenergie zijn. Iemand met kinderen, een gezin. Koningin van pentakels, dit kan jullie energie zijn en je hoeft niet per se stier, maar steenbok
te zijn. Maar je kunt ook iemand zijn die inderdaad alle ballen in de lucht houdt, heel volwassen is, degene is die zorgt voor stabiliteit binnen het gezin, ook financiële stabiliteit. We hebben hier een ridder van zwaarden. Hele snelle energie. Ja, je bent heel druk bezig, heb ik het gevoel, met van alles en nog wat. Koningin van Pentakels. Koningin van Pentakels. Heb misschien ook tot op de dag van vandaag eigenlijk het gevoel gehad van, ja, ik heb zoveel om handen, zoveel verantwoordelijkheden. Want dit is iemand die heel volwassen is, haar verantwoordelijkheden draagt. Zoveel om handen dat ik niet zou weten hoe ik een nieuwe relatie moet inpassen eigenlijk, als het ware. Waarom ligt hier de Koningin van Pentakels? De Koningin van Pentakels. Waarom ligt hier de Koningin van Pentakels voor mij? Koningin van Pentakels. Universum. Waarom ligt hier de Koningin van Pentakels? De maand mei staat helemaal in het teken inderdaad van iets achterlaten. En dit is een ongezonde connectie. En het kan te maken hebben met de manier van, met je manier van denken. Maar de Koningin van Pentakels is iemand die goed voor zichzelf zorgt. Dan hebben we dus die ridder van staven, een zwaarde, een energie van onrust. Dit is ook iemand die kan binnenstormen met communicatie. Niet zozeer nadenkt over wat dit met jou doet. Harde woorden, iemand die wat geïrriteerd is. Staven 5, conflict situaties. Dus er kan in de maand mei nog een conflict ontstaan. Je zit niet op één lijn. Iemand is het niet eens met de stappen die je maakt. Misschien met het feit dat je iemand nieuw leert kennen en verder wil gaan. Een nieuwe start wil maken. Er is iemand die het daar niet mee eens is. En dat kan hier de energie zijn die we hier hebben liggen. We hebben een ridder van pentakels. De langzaamste ridder uit het dek. Iemand die stappen vooruit wil zetten. Ja, ik heb het gevoel dat iemand het niet eens is met deze energie. Stap voor stap vooruit richting stabiliteit. Iemand heeft daar iets over te zeggen. En het kan zelfs zo zijn dat er plotseling excuses binnen gaan komen op het moment dat deze persoon ziet dat je verder wil gaan met je leven. Dat je op een kruispunt staat om iemand achter te laten, definitief achter te laten. Dit zijn positieve kansen. Het kan ook zo zijn dat de persoon waar je mee te maken hebt, degene uit het verleden inderdaad, via social media of wat dan ook, je in de gaten houdt en ziet dat je inderdaad aandacht krijgt. Verder gaat. Wat mogen we nog meer ontvangen? Een laatste boodschap voor de maand mei 2023. Een laatste boodschap. Pentakels 2. Ja, er is balans nodig in een situatie. En dan hebben we de staven 7. Dus ik heb het gevoel dat je jezelf heel goed gaat verdedigen. Want er gaat nog een gesprek plaatsvinden. En dan hebben we de koningin van staven. Ramleeuw boogschutter energie. En we hebben de koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. En dit is wat je wil. Iemand die stabiel is, financieel stabiel is. Betrouwbaar, normalita, de koning van pentakels. Maar dit kan ook iemand zijn die getrouwd is, in een lange relatie zit. Maar dit kan ook datgene zijn wat je wil. Maar met de pentakels 2, we gaan het zien. Waarom ligt hier de pentakels 2?
Pentakels 2. Ik heb het gevoel dat je in de maand mei meer in je zelfverzekerdheid zal staan. Meer zelfverzekerdheid, weet wat je waard bent, je niets aantrekt van wat andere mensen ervan vinden. Ja, je mannetje staat met de staven 7. En de koningin van staven is ook iemand die weet wat ze waard is en niet neemt met minder. Geen genoegen neemt met minder. En ook niet met zich laat spelen. Waarom ligt hier de pentakels 2? Dus mocht er iemand uit het verleden terugkomen, dit kan ook een koning van pentakels zijn, stier, maagd, steenbok. Je gaat heel duidelijk zijn, je gaat niet met je laten spelen. Kijk, dit is iets wat je niet accepteert met die pentakels 2. Iemand die jou juggelt met een andere situatie of in het verleden heeft gejuggeld. Kijk, de koningin van staven is gewoon nummer 1. En geen nummer 2. En als jij er in het verleden voor hebt gekozen om van mij een nummer 2 te maken, helaas pindakaas. Want de koning van kelken, dat is wat je wil. Iemand die je kan aanvullen, iemand die emotioneel volwassen is en je kan geven wat je wil. En dat is waar je voor zult gaan. Kijk, de zonkaart onder op het dek. Bij de laatste boodschap de mooiste kaart uit het dek. Een kaart van bevrijding, een kaart van helderheid krijgen. Een kaart van een nieuwe start. En weer, ja, dat gevoel van verliefdheid wat iemand in je naar boven brengt. De wereld aankunnen, weer, ja, vitaliteit, energie. Pentakels 10, rijkdom. Voorspoed. Dat is waar je voor gaat staan. En je gaat je grenzen duidelijk aangeven naar personen uit het verleden. Ongezonde connecties en ook je eigen ideeën ga je achterlaten. Je eigen achterhaalde denkpatronen. Ja, dus dat is wat ik voor jullie heb. Ik zal eens kijken of we nog een boodschap mogen ontvangen van degene aan wie jij op dit moment denkt, universum. Oh. Jij had gelijk. Wat mogen we nog meer ontvangen van de persoon waar men op dit moment aan denkt als het gaat om liefde? De persoon waar men op dit moment aan denkt. Boodschappen van de persoon van jou, jouw persoon, waar jij aan denkt. Wat is nog een boodschap? Het leven zonder jou is hopeloos, donker en depressief. Ik mis jouw licht. Ja, je mist die zon. Als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik onze relatie anders aanpakken. Waarom kan ik je de waarheid niet vertellen? Ja, dit is iemand die oneerlijk is geweest. Zal dit ooit veranderen? Ik kan nu niet naar je toe komen. Nee, en dit is voor mijn gevoel iemand die al heel lang heeft laten wachten. Maar de tijd van wachten is voorbij. Met het rad van fortuin. Het is tijd om verder te gaan. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie een hele mooie dag verder. En een hele mooie maand mei. Dag!